Ik denk dat er dus een periode gaat zijn en dat we dus ook dit heel vaak gaan horen. Dat we gaan horen dat Bitcoin in een bubbel zit en dat we dan weer horen dat Bitcoin dood is en dat het weer voor criminelen alleen is. Terwijl dat absoluut niet zo is, zeg maar. Maar we gaan gek gemaakt worden door de media, want de media is natuurlijk ook in handen van de elite. Dus die zullen allerlei dingen, weet je, dat Bitcoin slecht voor het milieu is. Dus ze gaan allerlei dingen weer op ons projecteren. En wees daar nou op voorbereid. En ga, nou, misschien moet je eigenlijk wel contrair gaan handelen daartegen, zeg maar. Als je hoort dat de Bitcoin dood is, dan is het wel eens heel interessant om even wakker te worden en je onderzoek te gaan doen. Begint iedereen over Bitcoin bij de bakker, dan moet je misschien even afvragen: zitten we niet in een bubbel, in een hype? En moet ik mijn risico even de-risken, zeg maar. Ik denk dat de komende periode heel veel gaat komen. Dat we nog veel meer Tornado Cash-gerelateerde dingen gaan zien. Iets anders, Mark, wat me ook opviel, en dat is ook goed voor iedereen om bewust van te worden, zijn de stablecoins. He, want de stablecoins die lijken natuurlijk heel mooi van oké, een stablecoin die loopt dus één op één gelijk bijvoorbeeld met de dollar. He, dan heb je de USDC en die loopt één op één gelijk met de dollar. Alleen het is geen fiat geld, want hij loopt één op één gelijk met de dollar, maar hij staat op de blockchain. Dus dan denk jij van hey, ah, hij is op de blockchain, dan kan ik het in eigen beheer hebben. Dan kan ik het in mijn eigen ledger opslaan of via mijn eigen ledger opslaan in mijn eigen wallet. Kan niemand er meer iets over zeggen. Maar wat blijkt nou, is dat bijvoorbeeld USDC, die heeft dus ook gewoon de Tornado Cash-wet bevroren. En dat er bepaalde adressen als geblacklist werden. Ging de eigenaar van USDC, Circle, ging ook gewoon adressen bevriezen. En dan denk je van ja, dat is toch niet zo decentraal. Is het eigenlijk gewoon heel decentraal. En ik ben met zo'n stablecoin nog steeds heel afhankelijk van één partij, Circle. En dat had met Bitcoin niet kunnen gebeuren. Nee, had absoluut niet kunnen gebeuren met Bitcoin. En dat is een goede wat jij hier aanzwengelt. De USDC of welke munt eigenlijk dan ook, welke stablecoin dan ook, behalve DAI, heeft een voordeur. En op het moment dat er een voordeur is, dat er een CEO op zit, dan is er een CEO aan te spreken op zijn verantwoordelijkheden. En aan te spreken op hoe anderen vinden, of partijen die bijvoorbeeld goedkeuring hebben gegeven aan zo'n stablecoin, hè, dat die hebben daar dan wel wat over te zeggen. Want zo'n goedkeuring kan natuurlijk ook ingetrokken worden. En dus je weet niet wat de overwegingen zijn waarop dat gebeurt. Alleen we weten wel dat er achter de schermen een hoop gebeurt. En als je dan inderdaad gaat kijken van nou, welk blockchain-netwerk heeft helemaal geen voordeur, ja, dan kom je inderdaad, wat je net al mooi zegt, op Bitcoin uit. Dat is de enige eigenlijk die geen voordeur heeft, die geen CEO heeft, geen aanspreekpunt heeft. Bitcoin is ondertussen veel meer dan geld. Het is een netwerk. Het is iets wat landen in beweging zit, wat kansen geeft voor individuele mensen en voor landen. Afgelopen jaar hebben wij ook in onze podcast hebben doorgenomen. Heb ik uitgebreid verteld over een Turkse gids die ik ontmoet heb in Zweden, die mij begeleid heeft, die gevlucht is uit Turkije. Dankzij Bitcoin kon hij zijn geld meenemen. We hebben het gehad over de Oekraïne, hoe mensen geholpen worden om het land uit te kunnen. Overal waar onrecht wordt gedaan en waar mensen onrecht krijgen, daar helpt Bitcoin in.